Ja, je hebt gewoon de drijf, want je wil uiteindelijk wil je gewoon docent worden. En hoe beter jij alles doet en afrondt, hoe sneller je klaar bent. Dus daar ga je eigenlijk voor. Ik ben Marieke, ik ben 40 jaar en ik doe de verkorte deeltijd bij de PABO in Holland in Rotterdam. Als leerkracht is het heel belangrijk dat je enerzijds didactisch goed je vak kan geven. Maar anderzijds is het natuurlijk ontzettend belangrijk, dat zeg ik ook als pedagoog, om het kind te zien in je klas. Dat het kan groeien, bloeien, dat het kan uitgroeien tot een mooie volwassene. Dus dat is een bijzondere taak waar jij aan bijdraagt als leerkracht. En daarnaast is het natuurlijk ook samenwerken met je collega's. Met de ouders en externe partijen mochten die in school nodig zijn om het kind te ondersteunen. En als laatste zeggen wij, de reflectie. Reflectieve professional is belangrijk omdat je elke keer naar je eigen handen moet kijken om jezelf te verbeteren. En ook als je afgestudeerd bent, blijf je dat de rest van je leven doen. Annemarie Daatsma, docent pedagogiek binnen in Holland. Ik geef colleges aan alle varianten en ik ben de coördinator van de verkorte deeltijd. Potentiële studenten kunnen de verkorte deeltijd komen doen als ze een afgeronde HBO of WO opleiding hebben. Vervolgens gaan ze een studieprogramma volgen wat als ze het snel kunnen afronden in 2 jaar. Maar ze moeten ervan uitgaan dat ze echt minimaal 2 jaar nodig hebben om dit programma te doorlopen. Waarin ze stage lopen, tentamens maken, opdrachten maken. Om zich zo voor te bereiden op het zijn van een leerkracht. Je kiest voor de verkorte deeltijd als je een afgeronde HBO of WO-opleiding hebt. Dat maakt dat je een verkort programma kan volgen van 2 jaar. En in dat verkorte programma zit die mijlpalenregeling, waarin je dus aan de slag kan gaan als leerkracht. Die mogelijkheid zit eigenlijk alleen in de verkorte deeltijd. Het leuke van een verkorte deeltijdopleiding is dat je veel op eigen kracht kan doen. Je kiest ook in je verkorte deeltijd, heb je ook de mogelijkheid om je te profileren. Je kiest een vakprofilering. Stel, je wil dieper ingaan op levensbeschouwing, dan kies je daar een vakprofilering voor. Dus ondanks dat het een gecomprimeerd programma is, geeft het nog genoeg ruimte om je te kunnen verdiepen. Het is in principe 1 dag in de week naar school en 1 dag in de week stage het eerste jaar sowieso. En de rest van de tijd of werk je of ben je gewoon thuis bezig met huiswerk, verslagen maken, toetsen leren en voorbereiding maken voor je stage. Want als je eenmaal les geeft tijdens je stage moet je daar ook voorbereiding voor doen. Dus je bent eigenlijk heel de week wel bezig met alles wat met de school te maken heeft. Wij hebben een hele grote diversiteit aan studenten binnen onze opleiding. De jongste is 21 en de oudste is 65 plus, om het zo te zeggen. Dat zijn allemaal mensen die een draai aan hun leven willen geven en een nieuwe opleiding willen doen. En het is zo gaaf dat we studenten in huis hebben van allemaal verschillende leeftijden, want het versterkt elkaar in het leerproces. De jonge mensen zijn heel goed met computers, weten snel hun weg te vinden in de online omgeving. Terwijl de oudere studenten daar soms wat meer moeite mee hebben. Maar die brengen een bak aan levens- en werkervaring mee waar de jongeren van kunnen leren. Dus ja, het is een mooie mix in zo'n klas. Ja, diegenen die dit kiezen, die kiezen er ook echt voor om docent te worden. Die werken of al in het onderwijs of die hebben gewoon echt de keuze gemaakt van dit wil ik doen. En ja, we zijn allemaal gemotiveerd en we willen ervoor gaan. En het is gewoon heel fijn om ze 1 keer in de week te zien en eventjes met ze te praten van joh, hoe is het met jou in je stageklas en wat gaat er goed en heb je nog ergens hulp nodig of jij een tip hoe je dat moet doen. Ik heb expres de verkorte deeltijd gekozen omdat je dan echt 1 dag in de week standaard naar school gaat. En dat gaf mij echt houvast. En dat staat ook echt vast dat het in 2 jaar in principe, als je alles op tijd inlevert, dat je dan klaar bent. Het kan iets van een uitloop hebben. Maar dat ligt ook aan jezelf en de omstandigheden eromheen. Maar dat gaf mij wel de doorslag dat ik het gewoon in 2 jaar redelijk af wil hebben. Je moet echt van tevoren weten dat als je de verkorte deeltijd kiest, dat je echt wel veel tijd kwijt bent aan de studie. Dus het is door de week, maar ook soms 's avonds en ook in het weekend. En vooral als je een toetsweek hebt, dan is het even extra meer werkdruk. Of als de verslagen af moeten. Het is heel fijn als je goed kan organiseren en plannen in deze opleiding. Want er wordt veel van je gevraagd. Al mijn vakgenoten vragen aan jou om hun aardrijkskundeles goed uit te voeren. Hun rekenles, hun taalles. Dus dat maakt dat ze veel lessen moeten geven. En als je veel les geeft, moet je daar ook weer wat van vinden. Van hoe heb je het gedaan? Stel dat je een les gaf die niet goed ging. Dan moet je daar goed naar kijken. Hé, waarom ging het niet goed? Zodat als je de volgende keer les geeft, dat je weet wat je daaraan kan veranderen. Dus het vraagt veel voorbereidingstijd om die les goed voor te bereiden. Maar het vraagt ook
tijd achteraf om naar jezelf te kijken. En dat is ook wel een groot onderdeel van onze opleiding, de reflectie. Goed kijken wat je aan het doen bent, zodat je jezelf elke keer kan bijstellen en sterker kan worden. Ja, je leert echt wel van elkaar. Je hoort de praktijkverhalen van een ander ook met stage. En dan denk je, oh joh, maar zo kan ik het ook doen volgende keer. Dus dat, het is gewoon heel fijn dat je de verhalen van elkaar hoort gewoon. Binnen het verkorte deeltijd loop je één dag stage in de week als je begint. En je meldt je bij ons aan. En wij werken samen met scholen in de regio waarin we samen zorgen voor goed opleiden. Dus wij zorgen voor een stageplek voor jou. Soms kan het zijn dat je ver van Rotterdam woont en zegt van joh, dit gaat me echt niet lukken. Dan kunnen we altijd in overleg welke school jou zou kunnen opleiden. Maar in principe ga je werken op een van de scholen met wie wij een samenwerkingsverband hebben. Het eerste jaar was best wel pittig. Dan is alles nieuw, er komt van alles op je af. En het was wel weer leuk, want je begint ook met je stage gelijk te lopen. Bij mij was het groep 7 en ik dacht altijd van nou, jeetje, groep 7, dat is het niet voor mij. Ik ben juist meer van de kleine kinderen, dacht ik. Maar de stage begon en het was super leuk. En die kinderen waren gewoon echt leuk. Dus het heeft me echt wel mijn ogen geopend van nou, weet je, dat is ook wel te doen. En het tweede half jaar waren de kleuters en dat was een klas van 30. En toen dacht ik eventjes van oké. Ja, dat zijn er wel veel dan. En dat is weer totaal anders dan een groep 7. Dus dat is omschakelen. Maar dat is ook leuk. Ja, elke klas heeft weer zijn andere kanten, zeg maar. Het eerste leerjaar bij ons op de opleiding staat voor het bekend worden met het vak. En ben je geschikt om dit vak uit te gaan voeren? Want soms kan je het in je hoofd hebben dat je denkt, nou, ik ga een fantastische leraar worden. Maar blijkt dat in de praktijk niet. In het eerste jaar ga je daar hard mee bezig om in die praktijk vlieguren te maken. Pedagogisch ga je ontwikkelen en didactisch word je begeleid door de collega's van alle vakken die jou meenemen van zo geef je een rekenles, zo geef je een geschiedenisles. En je begint in de middenbouw als je je eerste stage gaat doen. Daarna in het eerste jaar, na het eerste half jaar ga je naar de kleuters. En in het tweede jaar ga je een keuze maken voor het jonge of het oudere kind. Maar in het eerste jaar geven jou de ruimte om te ontdekken wat past bij jou? Met stage begin je eigenlijk altijd eerst een paar keer even gewoon observeren naar je praktijkbegeleiders, hoe zij het doet. En je maakt kennis met de leerlingen en je geeft gewoon zelf aan wanneer je steeds wat meer wil. En dan ga je een vak geven, je kijkt eerst hoe zij het doet of hij. En dan ga je de week daarna ga je het plannen en dan ga jij het les geven. En je hebt zelf ook taken vanuit school, beroepsproducten, dat je een keer aanwijskunde moet geven en een keer geschiedenis. En dan ga je een les voorbereiden en dan ga je die les de week daarna geven. Dus je doet het wel in je eigen tempo. Heb jij de eerste weken even nodig om eerst even te kijken en kennis te maken met de kinderen, dan doe je dat. En ben je er klaar voor, dan ga je gewoon langzaam steeds meer lessen geven. Als we kijken hoe ons studiejaar is opgebouwd, dat zijn twee keer een half jaar en we hebben 4 periodes van 10 weken. In die 10 weken ga je als student, heb je 6-7 weken college, dan heb je weken om dingen af te ronden, toetsen te maken, beoordeeld te worden voor de praktijk, dan rond je af en dan ga je naar de volgende 10 weken. Dus dat zijn 40 weken per jaar dat je heel actief met de studie bezig bent. Die andere weken heb je vakantie. De studenten zullen zeggen, Annemarie, dat is geen vakantie, want ik moet nog steeds leren of me voorbereiden. Maar als je het goed plant, kan je gewoon een prima zomervakantie hebben. Maar zo ziet een jaar bij ons eruit. Als je bij ons komt studeren, na een half jaar kan je mijlpalen bereikt hebben. Dat betekent dat je 30 studiepunten behaald kan hebben. Je praktijk van het eerste half jaar heb je behaald en je rekentoets. Dat betekent dat je aan een aantal mijlpalen kan voldoen. Stel nou dat er een bestuur is waarvan die zegt van joh, wij vinden jou zo'n goede leraar aan opleiding, wij willen jou graag in dienst. Dan kunnen zij een verzoek bij ons doen. Dan ga ik met de directeur bellen om te horen van joh, wat leuk, jullie nemen in dienst, wat fijn, bij ons studeert ze. Laten we zorgen dat we op deze tandem deze student tot het eind goed begeleiden. En dat betekent dat je in dienst kan komen op een salaris van leraarondersteuner. Voordat je bij ons aan de opleiding start, hebben we de studiekeuzecheck. Dat is zowel voor jou als student belangrijk als voor mij als docent. Om samen goed af te stemmen, zit jij op de juiste plek? Zijn de verwachtingen die jij hebt van ons als opleiding reëel? En van tevoren maak je een soort kort toetsje waarin getest wordt op je taal, rekenen en je motivatie. En daar kijken we naar. En soms komt eruit naar voren dat je bijvoorbeeld wat minder sterk op spelling scoort. Nou, dan hebben we het daarover van, joh, ben je daar ben je bekend? Zo ja, nou, wees ervan bewust tijdens je opleiding dat dat mogelijk een aandachtspunt voor je kan zijn. Dus dat studiekeuzecheckgesprek, dat maakt dat jij met een goed gevoel aan die studie begint. En wij denken, zij kan met succes deze studie afronden.
Binnen in Holland zeggen wij persoonlijk en dichtbij, dat is het onderwijs waar we voor staan. En dat betekent dat ik jou zie als student, dat ik jou begeleid door je studie heen. En daar mag je op rekenen. We hebben een studieloopbaanbegeleider. En die is het gewoon ook elke week. En dan heb je ook een gesprek mee met de klas of de helft van je klas. En daar kan je eigenlijk altijd terecht. Ook als het een keer niet ziek zit of als je even niet weet wat je moet doen. Dan kan je altijd bij hun terecht en ze zijn er altijd voor je. Ja, maar ja, soms zit je toch met je handen in je haar en dan weet je het gewoon even niet meer. Of het is allemaal te druk en te veel en dan overzie je het allemaal niet meer. En dan is het toch wel fijn dat er iemand is op school, je studieloopbaanbegeleider, die zegt, nou kom eventjes, dit moet je doen en het komt wel goed. Je wordt ook nooit in het diepe gegooid, want als je echt hulp nodig hebt om iets beter te begrijpen, dan kan je gewoon een extra studie vragen. En dan is het een soort bijles en dan ga je daar gewoon naartoe. Ook hebben we een jaartoetsrooster, dus eigenlijk aan het begin van het jaar kan je precies zien welke toetsen je op welk moment kan maken. Dus je kan een eigen planning maken. Wij geven natuurlijk aan van, nou, dit zouden logische planningen zijn. Maar stel dat je het om wil gooien, dan kan je je eigen planning maken. Dus zo'n jaartoetsrooster geeft jou houvast in hoe jij je studie wil plannen. We hebben echt iets super gaafs hier in Rotterdam, de Learning Labs. En dat betekent dat een gehele klas in de praktijk op een school gaat oefenen. Ik ben laatst zelf eens mee geweest met een bewegingsles. Nou, superleuk. De Learning Lab die ik heb gedaan, dat was bewegingsonderwijs. Gymles geven aan de kleutjes in Rotterdam. En daar gingen we ook op een donderdag met al je studiegenoten gingen we naar een school toe. En dan word je eigenlijk in de diepe gegooid een beetje. Er was wel een gymleraar en die ging vertellen wat we allemaal moesten doen. Dus je ging in groepjes de spullen klaarzetten. En dan kwamen gewoon de kleuters van die school, zeg maar, die kwamen de gymzaal binnen. En die gingen aan de slag. Je moest uitleggen en kijken wat die kleuters gingen doen. En het is gewoon heel leuk om ook je eigen studiegenoten aan het werk te zien, zeg maar. Dat was wel heel leuk. De studenten leren hoe ze een goede bewegingsles opbouwen. Vervolgens komen verschillende kleuterklassen en gaan ze oefenen live met die kleuters. Hoe doe je dat nou? In Holland staat voor persoonlijk dichtbij. En dat merk ik ook echt wel tijdens de les. Dus ze zijn er gewoon voor je. En heb je een vraag, dan kan je altijd bij je studieloopbaanbegeleider terecht. Het vak van leerkracht is echt super mooi, omdat jij getuige mag zijn hoe een kind groeit en bloeit. En jij mag het kind daarin versterken, autonomie geven, dat hij zichzelf kan zijn en er voor het kind zijn. Dus ja, ik zou zeggen, dat zijn de redenen om het onderwijs in te gaan.